Oké. Wat gaan we doen? Lijmen. We gaan de twee aan elkaar lijmen. En het is behoorlijk oppervlakte, dus ik begin eerst alleen het bovenste gedeelte te lijmen. En daarvoor hebben we de Action lijm, de textiellijm. Of de Bison Kit. Nou, ik ga toch nog even voor de textiellijm van de Action. Het is behoorlijk oppervlakte, dus ik doe alleen dit stuk nog maar. Kunnen we daarna het tweede gedeelte doen. Neem ik een spateltje. Wat moet deze jongen toch zonder de Action? Helemaal niks. Nou, dan gaan we tot hier gaan we de verf aanbrengen. Wow, dat is het grove werk. Nou, gaan we plakken. Nog de onderkant moet iets naar boven. Zo. Kijkt maar wel goed. Weer kleine stukjes hebben. We hebben het onderste gedeelte ook al geplakt. Vorige keer hebben we het bovenste gedeelte geplakt. Even kijken wat het geworden is. Het is maar goed dat we de bescherming op gedaan hebben. Je ziet toch dat er afdrukken op komen. Dat is goed. Nou, moeten we het hier natuurlijk wel bijsnijden. En hier bevel en hier glad maken. Hetzelfde. Schuren en glad maken. Dat wordt een volgende stap. Krijgt nou vorm, hè? Oké. You know something? Yeah, I can tell.